Assis, ben je helemaal voorbereid op de lange reis naar Den Haag? Ja, omdat ik heel lang gewoon wacht op die reis, dus ik ben gewoon automatisch voorbereid. Zijn er nog dingen waaraan je vanmorgen hebt gedacht? Nou, helemaal niks. Weet je, alleen maar wat ik dacht, weet je, dat hij zo aankomt in Den Haag. Dat is het enige dat ik verwacht, denk. Wanneer verwacht je aan te komen? En als het goed is, gewoon, als er niks tussen komt, gewoon, ik ben woensdag vanmorgen rond uur of vier in Den Haag. Heb je al naar de weersverwachting gekeken? Ja, dus ik zeg altijd ook, gewoon als je atheïst bent, gewoon voor een goede doel, als je werkt, weet je, voor de goede dingen, dus God helpt je ook wel altijd. Heb je de route goed uitgestippeld? Ja. Dus ik heb al gewoon op TomTom, ook wel heb ik op de papier gewoon staan, dus kan ik wel gewoon zo fietsen. Dus. Zijn er nog mensen die met je mee fietsen? Nee, alleen. Helemaal alleen? Ja, helemaal alleen. En denk je dat je die tocht ook helemaal alleen en met je eigen gedachten kunt volbrengen? Ja, omdat ik wil die tocht doorbrengen. Dus als we zeggen altijd ook in het Nederlands, wat het een wil is, is ook wel gewoon een uitweg. En als je morgen op het Binnenhof aankomt, wat ga je dan als eerste doen? Nou, als het iemand daar is, gewoon voor op te nemen, gewoon die handtekening afgeven. En daarna gewoon ja, op de terugweg. Wat denk je dat er kan gebeuren onderweg? Ja, helemaal niks. Gewoon, ik denk altijd dat je God helpt mij wel, omdat ik doe dat voor een goede doel. Je bent vol vertrouwen? Ja, ik heb vol vertrouwen. We wensen je heel veel succes. Nou, hartelijk dank. En ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor jullie komst en voor jullie aandacht. En jij bedankt voor het interview. Hartelijk dank. Een goede reis. Dankjewel. In Nieuw-Zeeland op vakantie en ik naar Bali, dat is verschil. Iedereen heeft een smaak, hè? Alleen ze hebben meer sponsor. Ja. Hoeveel?